Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken ravioli van ricotta met tomaat, basiliek en handeham. We hebben hier twee velletjes verse pasta deeg. Dus we beginnen met de verse pasta. Dus we beginnen met het uitsteken van de pasta. Daarvoor hebben we eigenlijk een ronde uitsteekvorm nodig. Dus we gaan dat eigenlijk heel mooi gaan uitsteken. Dan gaan we het overtollige deeg gaan wegdoen. Dan nemen we die ricotta kaas. Dan gaan we even aankruiden. Peper, zout, limoenrasp. En dat gaat een lekker fraîcheur geven van de ravioli. Van de eiwit lichtjes gaan mengen met een borsteltje. En we gaan het onderste pastavelletje lichtjes en mooi instrijken met een klein beetje eiwit. Zodanig als we het bovenste velletje er gaan opdoen, dat alles mooi gaat kleven. Een klein beetje ricotta doen op de pasta. Nou, het bovenste velletje op het onderste gaan doen en gaan we dat met ons duim en onze wijsvinger eigenlijk mooi gaan aanduwen. Zodanig gaan we de pasta eigenlijk op elkaar gaan voegen. Gaan we met de duim en de wijsvinger alles heel mooi gaan aanduwen. Zodanig dat er niets, maar dan ook niets meer zit van lucht in onze ravioli. Ons zoute water die kookt voor de pasta. Nu gaan we de pasta heel kort koken gedurende een tweetal minuutjes. Die gaan we mooi in bord leggen. Nu gaan we de saus aanmaken. Dus we hebben hier tomatenkompot. Tomatenkompot, dat hebben we al eens gemaakt in een vorige uitzending. 2 eetlepels en 1 eetlepel kookvocht. Dat gaan we lichtjes opwarmen. En daar gaan we wat verse basiliek aan toevoegen. Dus nu van die mini crisblaadjes. Moeten we niet snijden. Super sterk en super lekker. Een klein beetje olijfolie aan toevoegen. Mooi over de ravioli's doen. Een paar dotjes pesto. Pesto, dat hebben we ook al gemaakt in een vorige uitzending. En weer de handeham. Het is een natuurlijk gedroogde ham van minstens 10 maanden oud. Wat basiliekolie en een paar takjes roketsalade als afwerking. Ravioli met ricotta, tomaat, handeham, basiliek en wat roketsalade. First class, smakelijk en tot de volgende keer.